Welkom bij de Spellenzone, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik erop op BIOS Genesis Second Edition, uitgegeven door Iron Game Design. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je een 60 tot 120 minuten mee bezig bent. En in dit spel gaan wij met de allereerste levensvormen die op de aarde zijn ontstaan, spelen om daar uiteindelijk dieren en beesten van te evolueren. En er gebeurt van alles en nog wat. Het spel speelt over vele biljoenen jaren. Wij gaan die hele geschiedenis tracken en vanaf het begin subtiel beïnvloeden, zodat wij de meest imposante levensvormen op aarde krijgen en dus uiteindelijk de meeste punten verzamelen. Dus laten we snel maar eens een blik werpen op wat er allemaal in het doosje zit. Het spel is van de hand van Phil Eklund en wij krijgen de spelregels in het Engels. En die zijn verdeeld over een paar boekjes en die zijn niet fijn. De regels zelf zijn heel klein lettertype en erg rommelig weergegeven. En ondanks dat het voor de mensen die interesse hebben in hoe de aarde ontstaan is, hoe het eerste leven ontstaan is, super interessant is met alle authentieke referenties in waar het allemaal vandaan komt, maken de regels in zijn totaliteit niet fijn om door te lezen. Het is rommelig, lastig om dingen terug te vinden en de verwijzingen zijn suboptimaal. Maar ik ga mijn best doen om het jullie duidelijk te maken. Dan krijgen wij vervolgens de verschillende DNA-strengths die we kunnen gebruiken, de mutaties, de componenten voor elke speler in zijn of haar kleur, de dobbelsteentjes, de startparasieten en de geavanceerde levensvormen, de verschillende tijdperken en gebeurtenissen. We krijgen een game reference, de rest, boek 1 van het spelregelboek, waar alles in staat. Ook de volgorde is erg verwarrend. En we krijgen de verschillende habitats waar het leven op zal ontstaan. En dat kunnen we dan vervolgens weer verder gaan uitwerken. Dit is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Elke speler kiest een kleur. Je krijgt een parasiet in je kleur. 3 domes en 1 catalyst. De resterende blokjes en schijfjes worden in een bak gezet of op midden van de tafel gelegd. Dit bij elkaar noemen ze de soep. De catalyst en de mana cubes bij elkaar is de soep. Dan hebben wij natuurlijk de verschillende locaties. Die sorteer je op symbool. Deze symbolen zijn alle continent lands. En zo doen we dat ook voor de andere. Die sorteer je en schud je en vormen een stapel. En dan leg je de inactive kaart bovenop. En we schudden alle mutatie strengths. Die zijn dubbelzijdig, de enkele en de dubbele mutaties. We beginnen met de enkele. Je schudt ze en je verdeelt ze in 4 stapels van 5. En bij elk van deze continent, vanuit die landforms, leg je 1 zo'n stapeltje. Dan gaan we het event deck, effectief onze klok, in orde maken. Van de Hadean Era haal je er 3 kaarten uit. Die gaan uit het spel. Je schudt ze en dan heb je de Archean Era. Die schud je ook, die stop je er tussenin. Van de Proterozoic Era, ook die schud je. Daar haal je er 1 uit. Of als je een wat sneller spel wil, haal je er in totaal 4 uit. En die leg je allemaal op elkaar en vormen het event deck. En deze stapel vormt ook de klok. Zodra de laatste kaart wordt opengedraaid, is dat ook de laatste ronde die we spelen. Verder hebben wij de macro-organismes. Die leg je binnen handbereik of je legt een stapel neer. Dat zijn macro-organismes die je op een gegeven moment kan aantrekken. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk overwinningspunten te scoren. En daar hebben we de tijd voor totdat het event deck, het era deck, leeg is. En dan hopen we de meest indrukwekkende levensvormen te hebben gemaakt met de beste scoringsmogelijkheden die daarin geboden worden. Maar zo is de mop. Laten we maar eens gaan spelen. Het spel, zoals ik al zei, wordt gespeeld in rondes. En elke ronde is onderverdeeld in 5 fases. De eventfase, waarbij de bovenste eventkaart wordt opengedraaid en afgehandeld. En dan de assignment fase, waarin we onze biomes en parasites en catalysts op pad sturen naar de nieuwe gevormde gebieden die tevoorschijn komen. Dan gaan we de autocatalytic roll doen en dan gaan we kijken hoe elk landform
zich ontwikkelt, of er leven ontstaat, of er cubes opkomen en hoe het met onze biomes gaat. Daarna krijgen we de Darwin Roll. Op een gegeven moment hebben spelers organismes liggen en met de Darwin Roll wordt bepaald hoe het met die organismes gaat, of ze klappen krijgen of dat ze het goed doorstaan. En aan het einde van de ronde gaan we de purchase fase in en dan kunnen we nieuwe mutaties kopen, mutaties promoten, macro-organismes enzovoort enzovoort doen. Maar laten we gewoon beginnen bij het begin met de eventfase. Het eerste wat je doet is je pakt de bovenste eventkaart, die draai je open en we gaan kijken welke landform we krijgen deze keer. Nou, je ziet hier een rij van landforms, die komt overeen met de rij die we hier hebben liggen. En in dit geval wordt deze landform actief. Dus we draaien deze zijde naar de actieve zijde. Belangrijk, wordt veel gegeten, zodra een kaart actief wordt, rol je de mutation deck, oftewel de bovenste kaart, wordt naar onderen geschoven. En dat is makkelijk vergeten. En daarna gaan we de event uitvoeren. En dat betekent dat we de symbolen die hier onderaan staan van links naar rechts gaan uitvoeren. Er zijn heel veel verschillende symbooltjes. Ik ga daar snel eventjes doorheen. Er zijn er een aantal belangrijk voor het vormen van nieuwe landmassa's. Dit stukje is flavor. En dit bepaalt de beurtvolgorde. Dus geel is in deze fase de startspeler. Dan ga je met de klok mee verder. Is er geen gele speler, omdat je misschien met minder dan 4 speelt, dan zou rood de startspeler zijn, et cetera. Dus dat is wat hier bovenaan staat. Maar wat voor icoontjes zie je? In dit geval zien we een ocean formation. Dat betekent dat er een meteoor inslaat en een refusion wordt gepakt vanaf de bovenkant. Dus dat betekent dat we van boven gaan kijken wat is de eerste actieve land. Nou, dat is deze en dan komt die op tafel te liggen. En zo'n kaart die tevoorschijn komt uit deze landform piles noemen ze een refugium. Mochten we het lava symbool zien, dan gaan we van onder naar boven kijken. En dan gaan we kijken welke landmassen komen dan als eerste tegen. Nou ja, in mijn voorbeeld is er maar één landmassa actief, dus dan komt er maar het één stapel. We hebben wel 2 symbolen, dus dat betekent ook dat we 2 van dit soort kaarten gaan opendraaien. Schuif ik die eventjes aan de kant, die hebben we voorlopig nog niet nodig. Dus dat betekent dat deze ook open gaat. En dan is eigenlijk deze stapel alweer leeg, maar dat is op zich geen enkel probleem. Dus we hebben 2 nieuwe refugiums. Dan zie je nog een paar andere symbolen. Dit is het temperatuursymbool, dat er extreme temperaturen zijn. En daar hebben we vooral organismes last van. Nou, dat hebben we op dit moment nog niet, maar dat gaan we straks even bekijken. En tot slot zie je hier een sneeuwvlokje of je ziet hier een zonnetje staan. En dat symbool is wel belangrijk, want dat bepaalt of we global warming of global cooling hebben. Dit is het andere symbooltje. En dat bepaalt de resultaten van de dobbelstenen die we straks gaan gooien. Als we kijken naar de refugium zie je dat bij warm weer een 1, 2 en een 3 positief zijn voor het ontwikkelen. Ik ga zo meteen uitleggen hoe dat positief is. Maar als het koud is, slechts een 1 en een 2. Nou, verder moeten wij hier een aantal resources opleggen. Een groen, een blauw en een geel blokje. Ook deze helpen weer met het bepalen van beurtvolgorde. Daarom staat er soms 1 of meerdere stipjes op. Mocht er een gelijk spel zijn, dan is de groene sterker dan de blauwe, blauwe sterker dan geel, et cetera. Maar deze blokjes die gaan we erop leggen en die komen in de disorganized mana gedeelte. En hier bovenaan in het organized mana, daar krijgen we ze alleen als we goed werpen. Maar we hebben een koude periode, dus we moeten wat lager werpen. Maar ik leg de blokjes erop, dus groen, geel, blauw. En dat doe ik ook voor deze. Daar komt geel, rood, blauw en 2 blokjes groen op te liggen. Dus daar ligt weer wat meer op. Maar die werkt alleen met 1. Dan hebben we alle symbolen van deze eventkaart afgehandeld en kan die daar naar de afleg staan. Er zijn nog veel meer symbooltjes die je gaandeweg het spel gaat zien. Je hebt smite events, je hebt oxygen spikes, je hebt de ultraviolet radiation, waar cancer dan weer uit kan ontstaan, droogte en al die verschillende symbooltjes. Die gaan op een bepaald moment af. Maar vaak zijn het effecten die vooral invloed hebben op micro-organismes die je hebt liggen.
Want die worden geteisterd door die elementen die in dit event tevoorschijn komen. Dus extreme temperaturen, ultraviolet, extreme hitte, radiation. En die zullen een micro-organisme beïnvloeden op een positieve of op een negatieve manier. Nou, daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Dat is voor later. Maar voor deze fase zijn vooral de planeetsymbolen belangrijk. Of we van boven naar beneden gaan of van beneden naar boven. En voor elk symbool komt er dan een nieuwe landform, een nieuwe refugia tevoorschijn. Maar dit is de eerste fase. Afhandelen van de events en dan het refugia. En dan gaan we per speler, en dan gaan we dus kijken naar de volgorde in dit geval. Zoals ik al liet zien is geel de startspeler. Mogen wij een van onze biomes gaan plaatsen op een van de refugia. En daarmee ga je proberen natuurlijk een meerderheid te krijgen, want uiteindelijk als jij die refugia beheerst, kun je dat omdraaien naar een organisme en dat organisme naar je toe halen en dan verder evolueren tot eventueel misschien zelfs een macro-organisme. Het aantal biomes wat een speler op een refugia mag hebben is in principe 1 plus het aantal groene chromosomen wat je hebt. En dan hebben we dus weer het over deze micro-organismes. Als jij een micro-organisme hebt met groene chromosomen. En dan zie je dat je dus plus 1 max bions mag plaatsen op een refugia. Afhankelijk van het aantal groene blokjes wat je hierin hebt liggen. Nou, die heb ik nog niet. Dus iedereen heeft een limiet van 1. Mocht dat creature doodgaan en je hebt te veel bions, moet je ze ook gelijk ervan afhalen. Verder mag je alleen bions plaatsen op refugia's die actief zijn, oftewel deze is actief, dus hier mogen we plaatsen. Of de home row van een micro-organisme. Dus als ik dit micro-organisme heb, de home row is continenten, dus dan zou ik ook daar mogen plaatsen. Het laatste wat belangrijk is, mocht je een micro-organisme hebben met het sporen-symbool, dat is dit symbooltje, dan mag jij jouw biomes plaatsen op elke refugia die beschikbaar is. Hoef je niet meer naar een active, of vervalt de active limit. Naast het plaatsen van de biome mag je ook een cataclysm plaatsen. En daarmee dek je effectief de vervelende eigenschappen die hier onderaan staan af. Daar gaan we natuurlijk zo meteen verder naar kijken. Maar voor de volgende fase zijn die effecten heel naar. Je mag er zoveel plaatsen als je wilt en of hebt, maar altijd van links naar rechts. Misschien dat Googly Eyes zegt, joh, ik ga toch ook bij jou liggen, want ik maak hier nog een beetje kans. Daar is die laatste. En ik ga ook een cataclysm neerzetten. Army Guy plaatst er hier eentje. En de zeedraak zegt, nou, ik vind het goed. Ik hou het even voor wat het is. Naast het plaatsen van bions mogen we parasites aan een host vastzetten. Nou, iedere speler heeft een eigen unieke parasite. Die zijn dubbelzijdig en je mag zelf kiezen welke zijde je gebruikt op het moment dat je hem gaat attachen. Hoe speel je een parasite? Nou, allereerst ga je naar een organisme van een andere speler. Die moet ook een mutatie hebben en op die mutatie liggen ook weer cubes, want die moet je kunnen gaan stelen. Ga ik eventjes de mutatie al gelijk naar het volgende niveau werken, zodat er wat meer cubes op liggen. Je stuurt je parasite er naartoe. Je mag zelf kiezen welke zijde je maakt. Uiteraard moet je er een biont op spelen. Die moet of afkomstig zijn uit jouw of je vrije biont, of vanaf een refugia mag je daar naartoe plaatsen. Niet vanuit organismes of vanuit andere parasites. En jouw parasite moet onmiddellijk een cube kunnen halen. Een mutation cube die diseased wordt. Dus ik kan in dit geval de gele pakken. Mocht ik ze allebei kunnen pakken of heeft die meerdere mutaties, dan mag ik dat ook doen. Maar ik moet wel minstens een cube kunnen halen uit een mutatie. Niet uit het wezen zelf, maar uit een mutatie van dat wezen. Dus zo kan ik eventueel een parasite plaatsen. Je kunt ook nog een hyperparasite maken en een supplant. Dat laat ik even links liggen voor deze video. Maar je zou een parasite kunnen spelen als deze omstandigheden zich voordoen. Nou, daar zijn we nog lang niet. Dus in dit geval gaat dat allemaal niet op. Maar weet dat in deze fase de parasite gespeeld wordt. Verder mag je in deze fase, als je nog catalysts hebt liggen, je kunt tijdens het spel meerdere catalysts krijgen, ook in andere kleuren. Mocht je een micro-organisme hebben liggen, kun je er antioxidanten op plaatsen. De kleuren geel, blauw en rood zijn gewoon simpele antioxidanten die je kunt gebruiken om damage te voorkomen als er een spike attack op komt. Dat gaan we natuurlijk zo meteen helemaal bekijken. En mocht je een groene
Catalyst erop leggen. Dat zijn zogenaamde vitamintjes. Daar zijn ze gek op. Die kun je gebruiken om 2 oxygen entropie tegen te houden. En het laatste wat je mag doen is, mocht jouw micro-organisme het HGT-symbooltje hebben, dat is dit symbooltje, dan mag je ook bions weghalen van een micro-organisme en ergens anders naartoe plaatsen. Je hebt er maar 3 en ze kunnen verdeeld zijn over je parasieten, je micro-organismes en de refugia's. Nou, met dit symbool kun je de bions gaan verplaatsen. Maar dat is wat we in de tweede fase doen. We gaan onze bions op pad sturen. Daar mogen we dus ook catalysts aan toevoegen. We mogen niet meer bions plaatsen op 1 refugia gelijk onze entropielimiet. En die is normaal gesproken 1. Tenzij je dus een micro-organisme hebt. Ik heb hier 2 groene cubes, dus ik zou 3 bioms op zo'n refugie mogen plaatsen. En hou er rekening mee dat je dat alleen maar mag doen op de actieve rij. Of rijen waar je organismes van hebt. Dus ik zou het ook hier mogen doen. Tenzij je sporen hebt. Ik heb nog geen spoormutatie. Maar als ik deze mutatie zou hebben, zou ik de sporen krijgen. Dan mag je weer overal naartoe zweven. Dus je wordt enigszins beperkt. En de catalyst die je hier plaatst, die helpen met het afdekken van vervelende symbolen. En de catalyst die je hier plaatst, die beschermen jouw micro-organismen. Want de derde en de vierde fase zijn de zogenaamde porties. Ellende. De derde fase is de autocatalytic role. Elk refugium heeft hier last van. Als een refugium conflicted is, oftewel hier ligt alleen Army Guy, geen conflict. Maar hier liggen Googly Eyes en ik, zei de gek, dus daar hebben we een conflict. Nou, dan gaan we kijken wie in die volgorde op deze refugium staat vooraan. Nou, geel komt voor rood, dus in dit geval heb ik gooi ik de dobbelstenen en beslis ik hoe de dobbelstenen afgehandeld worden. Wat voor dobbelstenen gooien we? Voor elke biont gooi je 2 dobbelstenen en voor elke organized mana, en dit is allemaal disorganized mana, maar als mana hier bovenin zou liggen, zou je voor elke organized mana die hier bovenin ligt nog een extra dobbelsteen gooien. Dus in dit voorbeeld zouden we 6 dobbelstenen gooien. Je gooit de dobbelstenen. En dan ga je de getallen afhandelen. Het eerste waar je naar gaat kijken is, zijn er spaces, zijn er vakjes niet afgedekt? En zijn die waardes geworpen? Nou, in mijn geval zijn ze allemaal afgedekt, maar omdat dat heel saai is, haal ik dit fiche eventjes weg. En zien we dat er 1 6 niet afgedekt is. Dat betekent dat de zessen die ik geworpen heb, die worden afgehandeld. En er kunnen eigenlijk 2 verschillende dingen staan. Dit symbooltje is een enzyme death. Voor elke 6 die geworpen is, moet er een enzym dood. En als je een catalyst op een refugia legt, wordt het een enzym. Dus voor deze 6 moet ik deze weghalen. De volgende 6, die ik dan zou moeten afhandelen, die heeft al 2 effecten. In dit geval moet ik 1 van mijn organized mana omlaag doen. Maar daarvoor krijg ik terug een C'tje in de kleur van het blokje wat ik omlaag heb gedaan. Dus in dit geval zou dat rood zijn. En die gaat naar dus de speler die op dit moment de dobbelstenen bepaalt. Dus dan krijg je een nieuwe catalyst. Maar in mijn voorbeeld is het maar 1 6. Dus ik ben alleen dit enzym kwijt. Dat gaat terug in de soep. Er zijn verder geen 2, 3, 4. Dus die kan ik ook allemaal weghalen. Die doen niks. En elke 1 die ik gegooid heb bepaalt dat er 1 blokje naar boven gaat. En dan heb ik alle dobbelstenen afgehandeld. En dan mag ik, als ik een dubbel heb gegooid, en ik heb 2 drieën gegooid en 2 enen, dus er is een dubbel geworpen, mag ik deze kaart omdraaien en mag ik er leven van maken. En dan wordt het een micro-organisme. Dat betekent wel dat ik alleen maar de effecten of de blokjes krijg die hier liggen. Alles wat unorganized is, dat gaat niet meegenomen worden in het micro-organisme. Omdat dit een contested refugia is, wordt er gekeken naar wie de meeste enzymen heeft in zijn of haar kleur. Nou, er zijn geen enzymen. En dan wordt er gekeken naar wie de meeste bioms heeft. Dat is gelijk spel en dan is dit dus de tiebreaker. Nou, laten we voor het voorbeeld zeggen dat we hier een levensvorm van maken. Omdat we dubbeltjes gegooid hebben, mogen we dat doen. Dan moet eerst uiteraard alle dobbelstenen afhandelen en pas dan zou je het mogen doen. En dan moet er dus ook minstens 1 biom in de organized mana zitten. Wat is het eerste wat je doet? Disorganized mana, terug in de soep. Enzymen, terug in de soep. En alles wat organized is en alle bions, die blijven liggen. En dan flip je hem. En dan gaat hij dus naar degene die
in dit geval de gele speler. En dan worden alle kleurtjes in de overeenkomstige vakjes geplaatst. En heb je dus een nieuw micro-organisme waar je leuke dingen mee kan doen, maar die natuurlijk ook op een zekere mate kwetsbaar is. Bijvoorbeeld dit de situatie zijn en je gooit twee zessen. Nou, een zes hier betekent enzymes gaan weg, nou, liggen er niet. En blokjes moeten omlaag. Als jouw biome aanwezig is in de organized en geen blokjes, dan moet je dus voor zo'n effect je biome omlaag doen. Nou, dat kan niet in die zin dat die niet naar een organized gaat. Deze gaat gewoon terug naar de speler. En die speler krijgt er ook gewoon weer een enzym voor. En deze Fuji is dus eigenlijk weer gewoon schoon. En dan kunnen we de volgende ronde in de tweede fase weer opnieuw biomes naartoe sturen. Maar voor het voorbeeld laat ik het even zoals het is. Vind ik het nog niet de moeite waard om het om te draaien. En blijft die daar liggen. Want ik heb hier al eentje liggen om te gebruiken als voorbeeld. En dan gaan we naar de vierde fase. En dat is de Darwinian roll. En die heeft effect op de micro-organismes die we hebben. Voor dit voorbeeld heb ik één micro-organisme. Het eerste wat ik ga doen is ik ga weer dobbelstenen verzamelen. Elke kubus is een dobbelsteen. Dus hier zo komen zes dobbelstenen vanuit de verschillende kubussen. En elke biome is ook gewoon weer twee dobbelstenen waard. Die dobbelstenen ga je gooien. Ook hierbij wil je graag ene en wil je geen vijf of zessen gooien. Wat ga je doen? Het eerste wat je gaat kijken is hoeveel gele blokjes heb je liggen. Hoeveel gele chromosomen heb je? Nou, dat zijn er drie. Dat zijn het aantal rerolls wat je hebt. En voor elke reroll mag je een dobbelsteen pakken, opnieuw gooien en hopen dat het effect minder erg is. Nou, ik heb 1-5 over na dat rollen. Dan heb ik vervolgens de rode. De rode zeggen, je krijgt een aantal gele enzymen voor elke 1 die je geworpen hebt. Nou, ik heb 1 rood blokje, ik heb 1-1 gegooid, dus dat betekent dat ik 1 geel enzym krijg uit de soep en die leg ik bij me neer. De blauwe chromosomen, die bescherm je tegen antropie. Voor elke 5 of 6 die je gegooid hebt, krijg je namelijk dat er iets misgaat in jouw micro-organisme en er iets stuk gaat. Maar voor elke blauwe bescherm je je tegen een 5 of een 6. Nou, laten we voor de lol nog een 6 laten liggen. Zo, hoppata. Dus deze 6 kan ik wegwerken. De 1 heb ik afgewerkt. De 2, 3, 4 en zo zijn niks waard. Dus die haal ik allemaal weg. Dat betekent dat ik effectief alleen deze 5 nog over heb. En dat is een antropie. En de antropie betekent dat ik cubes moet wegleggen. Mocht je mutaties hebben, gaan daar de cubes als eerste vanaf. Daarna gaan de chromosoom cubes weg. Dus ik kies ervoor om bijvoorbeeld deze groene chromosoom cube weg te halen. En als die er niet meer zijn, gaan de daadwerkelijk bions weg. En als die helemaal kaal is, is die gewoon dood. Mocht je een immuniteitssymbooltje hebben op een mutatie, dat is dit symbooltje, dan heb je geen last van 5 of 6. En heb je alleen de DNA-ability, dan hoef je alleen maar te kijken naar 6 en dan zijn 5 geen factor meer die jouw levensvorm aantast. Maar heb ik allemaal niet, dus ik moet gewoon deze 5 afhandelen. Dat heb ik bij deze gedaan. Daarnaast, en dat is nog even belangrijk om te weten, heb je bij fase 4 in de diamond roll 3 gelijke getallen gegooid. Zoals in mijn voorbeeld had ik 3 drieën. Dan krijg ik daar ook nog 1, in dit geval gele, katalyst voor die ik kan gebruiken. Nou, en deze micro-organismes die zijn ook kwetsbaar voor bepaalde effecten. In dit geval, dit is die extreme temperaturen. Voor elk rood blokje mag ik 1 zo'n extreem temperatuursymbool negeren. Dan heb ik gelukkig eentje. Maar elk symbool wat er extra komt, wat ik niet kan verdedigen, levert weer entropie op. Dus eerst blokje mutatie, nee, heb ik niet. Dan een blokje vanuit de chromosoom. En als ik die niet heb, eventueel de biont. En je zult merken dat sommige events vallen je ook weer aan op zuurstof. Nou, dat kun je dus beschermen met enzymen. Hè. 1 zo'n zuurstofsymbool kun je hier zo mee verdedigen. En ook daarbij zijn er natuurlijk weer mutaties. Hup. Zoals deze, die geeft me 2 schildjes. Dus de eerste 2 zuurstofsymbolen. Daar ben ik tegen beschermd. En daar moet je dus rekening mee houden dat er dat soort dingen gebeuren die jouw micro-organismes proberen aan te vallen. En iedere speler die een micro-organisme heeft, gaat voor elk micro-organisme de dobbelsteentjes gooien en het afvallen.
handelen. En dan hebben we de vierde fase, de Darwin Roll, gehad. En dan gaan we naar de purchases. Voor elke biont die je hebt in een micro-organisme mag je een aankoop doen. En daarbij spendeer je enzymen, catalysts, vanuit het tableau van de eigenaar van de het micro-organisme. Dus als we teruggaan naar het voorbeeld waar hier rood erbij in zit, betekent dat dus in dat organisme ook een biont van rood zit. Ik mag als eerste een aankoop doen. Dus ik kan zeggen, ik wil graag een mutatie kopen. Als je een mutatie koopt, mag dat alleen maar een mutatie zijn uit de actieve rij of de home rij van jouw organisme. Dus ik mag hier of hieruit kiezen. Om een mutatie te kopen betaal je, dit is een rode mutatie, dus ik betaal een rode catalyst. Ik krijg er gelijk een rood blokje op en deze levert me weer speciale eigenschappen op. Daarna mag in dit geval Googly Eyes, omdat die ook in mijn micro-organisme zit, ook een aankoop doen. Kun je een kleur niet betalen, dus je wil bijvoorbeeld deze groene mutatie hebben, maar ik heb geen groene catalyst liggen, dan mag je altijd twee catalysts van een andere kleur inleveren om daar deze kleur mee te genereren. Maar hij zou er ook voor kunnen kiezen om deze te updaten, up te graden. Je ziet dat hier een klein geel pijltje staat, hier een klein rood pijltje. Als hij ervoor kiest om de upgrade te doen, betaalt hij 1 geel. Flip je hem naar de andere kant en krijg je nog een tweede mutation cube erop. En weer wat nieuwe of andere eigenschappen die jouw micro-organisme meer cubes geven. Die dus ook helpen met de verdediging. Maar vooral veel verdedigingssymbolen en mogelijkheden die je kunt gebruiken. Maar waarom zou je dat willen doen? Nou, je hebt deze cubes nodig om naar de volgende fase te gaan. Een macro-organisme. En macro-organismes beginnen altijd, ik heb ze verkeerd omliggen, zie ik, in de zee. En hier aan de linkerkant zie je welke blokjes je nodig hebt op jouw micro-organisme om hem door te laten evolueren naar het volgende niveau. Nou, ik wil bijvoorbeeld, wat heb ik allemaal liggen? Ik heb 2 rood, 3 geel en een blauw. 2 rood, 3 geel en blauw. Nou, ik zou bijvoorbeeld naar de flatworms kunnen gaan. 2 rood nodig, een geel, een groen en een blauw. En die heb ik allemaal liggen. Als je dat wil doen, moet je de cubes hebben. En die cubes moeten dus of op de mutatie liggen, of in de bacterie zelf. Niet op eventuele parasites die eraan vastzitten. En bions tellen daar ook niet voor mee. Laten we zeggen dat ik die flatworm wil hebben. Dus ik moet 2 rode cubes afleggen. Een gele, een groene en een blauwe. En dit is wat er dan overblijft. En die blokjes die overblijven en de bions die overblijven, die ga je hier opleggen. En die geven hem effectief organen en speciale eigenschappen. Mocht je alle organen weten te vullen, dan maak je een zogenaamde landfall. En dan verander je in de landvariant van jouw creature. Maar dat redden we nog niet, dus dat gaat op dit moment nog niet gebeuren. Maar dat als je alle organen hebt, dan kun je een landfall maken. Ik maak nog een klein foutje. Mijn biont gaat naar het laagste niveau van het zogenaamde trophic level entry. Dat P'tje staat voor plant life, herbivores en carnivores. En je plaatst hem op het laatste vakje. Mocht een micro-organisme parasites hebben gehad, dan worden die nu allemaal meegenomen in dat wezen en dan komen die bions, net zoals die vanuit de bacteria zelf, komen hier op te liggen en die geven dus extra abilities die dat wezen mee heeft genomen in het evolueren. Mochten er meerdere zijn, er kan er maar 1 rode geplaatst worden, de rest gaat gewoon terug naar de eigenaar. En mutaties die je hebt, die raak je kwijt. Daarnaast is het belangrijk, mocht jij de eerste zijn die zuurstof gaat gebruiken, dus je bent de eerste die een macro-organisme maakt, een plant, dan versnel je het leven op de planeet. En afhankelijk van waar we zijn in het era-deck, gaan we net zo lang door tot we beginnen bij de Proterozoic era. En alle andere kaarten worden afgelegd. Dus dat versnelt het spel ook nog een stuk. Dan zijn er nog een paar kleine dingetjes die je kunt doen in deze purchase fase. Als jij, dan gaan we eventjes weer terug naar ons micro-organisme. Als jij de Red Queen hebt, dit symbooltje op een mutatie, dan mag je effectief een cube die bij een parasiet ligt, terugstelen voor elk van deze Red Queen symbolen die je hebt. Dus dan kun je ze weer terug in jouw micro-organisme leggen.
En dat is natuurlijk altijd lekker. En als je dat bij een macro-organisme doet, dan steel je hem vanuit de parasiet. En dan wordt het een gezond orgaan wat je op jouw karakter kan, of op jouw macro-organisme kan leggen. Dus dat is die rode kroon, de Red Queen ability. Die gaat ook af in de purchase fase. Verder mag je in de purchase fase catalysts gaan spenderen om organen te kopen. Dus ik wil bijvoorbeeld een blauwe spenderen om, wat geef ik hem dan voor iets moois, incubation cocoon te geven. En ook hier mag je altijd twee fiches spenderen om een andere kleur te pakken. Want ik vind het ook wel fijn als die een achterste heeft. Want dan kan die zijn uitwerpsel eruit smijten. Dus die heb ik ook aangeschaft. En het laatste wat we gaan doen zijn de trophic levels bekijken van de macro-organismes. Je gaat kijken naar het aantal rode en gele chromosomes wat er op je creature staat, eventueel inclusief eventueel voorgeprinte chromosomen. En dan, ik heb er twee, dus ik zou naar herbivore kunnen gaan. Wat belangrijk is, vooral in deze fase, is dat je als er vier of meer wezens in de zee zijn, dan is de zee te vol. De oceaan is overcrowded. En dan gaan we met z'n allen kijken of iemand een landfall kan maken. Dan kun je dus weer cataclysts spenderen om de missende organen te kopen, zodat je een landdier wordt. Lukt dat niet, dan gaat het macro-organisme met de laagste metabolic rate extinct. Mocht er gelijkspel zijn, dan wordt daar een dobbelsteen voor gerold. En de metabolic rate is dus het aantal gele en rode cubes wat je erop hebt liggen. Dat is het laatste wat je gaat doen in de purchase fase. Maar dat is natuurlijk in het begin van het spel nog lang niet van toepassing. En dan beginnen we de volgende ronde weer. Deze gaat weer naar inactief. De volgende eventkaart wordt opengedraaid. We zien het smite icoon. Dat betekent dat bij elke refugium wordt het meest rechtse enzym vernietigd. Tenzij de refugium zo'n groen schildje heeft, dan is die ervoor beschermd. Mocht er geen enzym op liggen, dan gaat er een disorganized mana vanaf. En dan kijk je altijd van rechts naar links. En anders eventueel vanuit de organized. En dan zien we weer dat die in dit geval deze en deze actief worden. We zien twee planeten met een ice age. Dus van bovenaf worden er weer twee refugia's bijgelegd. 1, 2. Vergeet niet dat als een locatie actief is, dat de mutaties rollen, zoals ze dat noemen. Dus die gaan eentje verder. En het is een warme periode. Nou, gaan we naar de tweede fase. Gaan we onze bions weer plaatsen, enzymen plaatsen, enzovoort, enzovoort. En zo spelen we ronde na ronde. Proberen we te evolueren, net zolang totdat alle eras voorbij zijn. En dan gaan we kijken wie de meeste punten heeft. En aan het einde van het spel krijg je punten voor elke cube op de organismes die je hebt. Bacteriën, parasieten, macro-organismes en de mutaties. Elke biont van jouw kleur in een organisme is 1 overwinningspunt waard, zelfs als die bij een andere speler ligt. Je krijgt nog trophy victory points. Als je een creature hebt gemaakt, maar het is uitgestorven, macro-organisme, micro-organisme, dan hou je die kaart bij je en dat is een trophy. En elke trofee die je hebt is een punt waard. Verder is elk macro-organisme 6 punten waard. Of 12 als je de hoogste hebt in de categorie zee- en of landdieren. En ook hierbij is het wel weer belangrijk dat als je meerdere bions erin hebt zitten, je die punten moet verdelen. Dat levert een eindscore op en beginnen met de meeste punten is de winnaar van Bios Genesis. En zo wordt het spel gespeeld. Het idee van Bios Genesis vind ik ontzettend leuk. We beginnen met het jongste punt waarop de aarde net levensvatbaar is en de eerste landmassa's zich vormen. En door het inslaan van meteorieten en het ontploffen van vulkanen begint het leven langzaam maar zeker te ontstaan. En het leven is fragiel en wordt onderworpen aan allerlei porties ellende. Extreme hoeveelheden zuurstof, straling, extreme temperaturen, zowel naar boven als naar onderen. En dat maakt dat de eerste micro-organismes het heel zwaar hebben. En tussendoor hebben we wat parasieten die proberen hun kans schoon te zien om daar wat in mee te werken. Maar ook die zullen het niet gemakkelijk hebben. Maar gaandeweg het spel zal er leven ontstaan wat daadwerkelijk vatbaar is en de volgende stap kan gaan zetten.
En dat betekent dat de eerste macro-organismes ontstaan. En die proberen natuurlijk hun dominantie te gaan verzekeren, eerst in de oceaan en van daaruit door evoluerend op het land. En dat mechanisme is super tof. En verder is het ook wel gaaf als je geïnteresseerd bent in hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Er staat heel veel extra informatie onderaan die pagina's met al die verschillende fases over wat er nou echt gebeurt in de geschiedenis van de aarde en waar het allemaal op gebaseerd is. Dus vanuit dat oogpunt, en hetzelfde geldt voor alle flavor en alle tekst en alle bacteriën en macro-organismes die je kunt krijgen, die zijn allemaal gestoeld op wat er uit de wetenschap bekend is. Dus dat is heel interessant om te lezen. Maar aan de andere kant is dit ook een spel. En dit spel heeft een aantal grote manco's. Manco nummer 1, het regelboek is afschuwelijk. Het is ten eerste rommelig opgezet. Het is ten tweede niet consistent en verwijst veel te veel naar, gaat terug naar paragraaf 3, sub 2, letter A. Dat is erg vervelend en het is gewoon niet lekker om door te lezen. Jullie mogen het best wezen, het was een regelboek waarbij ik bijna had opgegeven met me erin te verdiepen. Zo taai is het om er doorheen te komen. Want er zijn heel veel dingen die kunnen gebeuren en het wordt allemaal ondermaats uitgelegd. En mijn regels zijn ook voor een groot gedeelte wat ik interpreteer in wat ze bedoelen met hoe het spel gespeeld moet worden. En ik heb een aantal details bewust weggelaten, omdat ik het belangrijker vind om jullie een idee van de hoofdlijn te geven. En dan kunnen jullie zelf nog verdiepen in eventueel het geavanceerde spel, koopspel en alle andere varianten die erin zitten. Die laat ik lekker voor wat het is. Maar daar zijn echt heel veel punten verloren. En dat betekent ook dat op het moment dat je het speelt, je elke keer weer terug moet gaan naar het spelregelboek. Het zijn ook heel veel stappen per keer. En elke keer kom je weer in een situatie en denkt, maar wat zou er hierop gereageerd? En dan ga je zoeken en dan is het heel lastig om erachter te komen, wat wordt er nou echt bedoeld? Wat moet ik nu doen om deze situatie op te lossen of hoe kunnen we nu verder gaan? Dat maakt gewoon dat het een spel is wat heel lastig is om te spelen, vond ik. Terwijl als je eenmaal in de flow zit, nou kom je een heel eind, maar dat is wel een van de grootste nadelen. En daarnaast vind ik het een spel wat veel te geluksafhankelijk is voor hoe lang het duurt en hoeveel energie je erin moet steken. Je hebt dobbelstenen die bepalen of de mana van ongeorganiseerd naar georganiseerd gaat. Je hebt de dobbelstenen nodig om de refugia om te draaien naar een micro-organisme. Je hebt de dobbelstenen vervolgens gaan bepalen hoe het met je micro-organisme gaat in combinatie met de eventkaarten. En de ene keer gaat dat wat beter dan de andere. En dan heb je nog de parasieten die er doorheen gaan, die ik super verwarrend en vervelend vind om er doorheen te halen. Het is een element wat je er voor mij zo uit kan snoeien. En dan denk ik niet dat het spel eronder leidt. Die elementen, het zit veel te veel geluksfactoren in voor een spel wat best wel tactisch is in de vorm van, ja, je gaat investeren, je gaat heel moeizaam opkruipen, je krijgt echt wel rotklappen links en rechts. En dat hoort natuurlijk bij het ontstaan van het leven. Dat ging ook niet over één nacht ijs. Maar ik heb het gevoel dat de controle die ik heb zo afhankelijk is van de dobbelstenen, dat ik niet helemaal het gevoel heb dat ik echt het spel speel. Het is meer een beetje gokken en inzetten en dan hopen dat het goed uitpakt. En soms heb je geluk en is dat zo. En soms gaat het helemaal mis en zie je jouw kostbare micro-organismen uit elkaar vallen en alles kapot gaan. En daar kun je niks aan doen. Want de dobbelstenen vallen zoals ze vallen. En die elementen bij elkaar maken Biosgenesis Genesis wat mij betreft gewoon tot een slecht spel. De regels zijn abominabel, de geluksfactor voor wat het doet is veel te hoog en de manier waarop het speelt is in de basis en vanuit wat het probeert te doen leuk en interessant en correct weergegeven, maar het is meer alsof ik iemands werkstuk over het ontstaan van het leven op aarde lees en daar zit toevallig een spel omheen, dan dat ik een spel aan het spelen ben waarbij ik het gevoel heb dat ik het leven op aarde aan het ontwikkelen ben. En dat is iets wat ik niet zo leuk vind. En het is om die reden dat ik Biosgenesis een 2 heb gegeven. Nuts.
Bellenzolder.